Hallo allemaal, dit is Rick Steven van Steven's Auto Service met vandaag even een filmpje over een Mercedes G-klasse die een probleem heeft met, even kijken, de stuurkolom. Ik reed ermee om een proefritje te maken en ik denk, waar zit dat stuur toch gammel? En wat blijkt nou? Hier hebben ze dus één bout die ontbreekt hier. Aan de onderkant heb ik een tie-rip mee gedaan, maar ik krijg die bout er anders niet in. Ik zit allemaal zoveel slangen en spul in de weg in de motorcompartiment. Vandaar dat ik het filmpje even maak. En hier zit een veel te klein boutje in. Er is gewoon een M8 boutje in gedaan. Terwijl er een M10 bout minimaal in hoort, denk ik. Maar goed, dat heeft verder niet zoveel te leiden. Dus die laat ik mooi zitten. Maar deze, die ga ik dus wel even vervangen voor een goed exemplaar. Maar ja, hoe krijg je die bout erin als je in de motorruimte bent? Dan ga ik er nu even naartoe. En daar ben ik dan nu aangekomen. Dan zie je dat die bout hier ergens tussendoor gefrummeld moet worden. Hier heb je de airco-vulslang, ABS-pomp, hier heb je het bijvulstation en hier zit de tie-rip. En hier helemaal daartussenin, waar je met je vingers dus gewoon niet kunt komen, daar moet hij ergens langs ingeparkeerd worden. Dus daar kom je gewoon niet bij. Dus wat ik nou ga doen is met een staafje hittelijm gewoon even die tie-rip eraan lijmen en dan trek ik hem heel voorzichtig. Die goed is uitgedroogd, trek ik hem door dat gat heen. En dan, als hij er nog niet helemaal doorheen wil, kun je hem altijd nog aan de achterkant iets een tikje geven. Maar dat is de manier hoe ik dit nou op ga lossen. Dus ja, u snapt het wel. Ik ga dat ding eraan lijmen en dan trek ik hem er zo dwars doorheen. Dus pak je gewoon zo'n crème de brûlée brandertje van €1,89. En dan zo'n lijmstaafje. En dan fakkel je dat ding eraan en dan zit hij er heel mooi erin. Dit even goed schoonmaken aan de bovenkant. En dan fiets je dit ding er zo erin. En dan even met een slagmoersleuteltje. Hoef je hem ook niet tegen te houden. Kun je hem dan aandraaien. En dan kun je met een punttangetje iets tegenhouden. En dan heb je hem al muur en muur vast zitten. Ik zou zeggen, succes 27 ermee. En tot het volgende filmpje weer. Be blessed. Yo.